Nederland is de delta van Europa. De rivieren, de Rijn en de Maas, die stromen al eeuwenlang door ons land. En door het verschil in hoog en laag water ontstonden de prachtige moerasgebieden. Maar heel veel van die riviermoerassen zijn ondertussen drooggevallen. Hier in de Gelderse Poort wordt dat oude riviermoeras nieuw leven ingeblazen. En dat geeft hele mooie nieuwe leefgebieden voor de otter, de roerdomp, de zwarte stern en nog veel meer prachtige dieren. Oh, kijk. Kijk, moet je kijken hier. Wacht even hoor, ik kom eerst de bush uit. Dit is echt gewoon een jungle. Dit is de moerasjungle van de Oostergraaf. Wat een fantastische plek. Mooi hè? Dit is echt een moerasgebied zoals je wil dat het is. Kijk, hier staat holpijp. Dat is bijvoorbeeld een plantje wat zeldzaam is. Deze? Ja, deze. Die heeft een holle pijp, neem ik aan. Ja, een holle pijp. En ja. Die komt alleen voor op plekken waar heel schoon water is. Dan komt die kwelwater omhoog. En dus is hele bijzondere vegetatie. En hier, dit is nu een van de mooiere plekken van de Oostergraaf. Maar het is niet op alle plekken meer zo mooi als het hier. Dit is een oude arm van de Waal. Ja. Kilometer verderop loopt hij. Ja. Hoe komt er zo'n afstand tussen? Nou, die Waal die ligt hier tussen twee stuwwallen zeg maar in. En die zocht altijd gewoon zijn meest ideale weg. En op een gegeven moment besloot hij, hey, dit is de ideale stroomplek. En op een gegeven moment, hoog water, en dat water brak de andere kant op. Nooit meer teruggekomen? Nooit meer teruggekomen. En dit werd een dode rivierarm, zoals het heet. Het werd een riviermoeras. Ja. Dan heb je wel een heel mooi riviermoeras, ja. Maar het verdroogt. Ja, het verdroogt omdat hier, het is helemaal overwoekerd met bomen, het is verstruikt. We hebben heel veel water gebruikt, we hebben dammetjes gelegd. Waardoor dat rietmoeras is droog en een hele zeldzame soort die hier vroeger heel veel zaten, zoals de roerdomp, het woudaapje, een heel klein soort... Mini-rijk, dat is een aapje door het riet, dat is er allemaal niet meer. En nog veel meer andere soorten porseleinhoen, ook zeldzame insecten. Dat zat hier allemaal en ja, dat hopen we eigenlijk terug te krijgen als we dat riviermoeras hier herstellen. Het moeras verruigt en om dat te stoppen gaat de zeist door de begroeiing en worden oude dammetjes weggehaald. De natuur krijgt de ruimte, maar het is ook heel handig in de strijd tegen de klimaatverandering. Als het veel regent, slaan we hier het regenwater op. En dat kunnen we in droge tijden dan weer mooi gebruiken. Weet je zeker dat we hier goed zijn? Ja, hier is het. Wat is waar? Kijk maar eens hier aan. Oh, een tunnel. Ja. En een camera. Met een? Met een camera. Jouts en doorns. En heel veel doorns. De otter was verdwenen in Nederland, maar werd sinds 2002 uitgezet en is nu bezig aan een voorzichtige terugkeer. Probleem is dat het ontbreekt aan veilige verbindingen tussen leefgebieden. Veel otters worden doodgereden. Hier komen ze uit. Ja, dit is een onderdoorgang door een drukke verkeersweg. Ja. Want veel otters worden doodgereden. Dus die passages zijn heel belangrijk. En hier komen ze doorheen, steken ze onder die weg door. Gaan ze daar weer in? Ja, en dan komen ze in een heel visrijke waterstukje waar heel veel vis zit. Waar we net langs liepen. Waar we net langs liepen. En daar kunnen ze lekker wonen? Ja, daar kunnen ze vis vangen. En, en die weg, dan moeten ze uit de buurt blijven? Want weg moeten ze niet komen, want otters worden, een derde van alle otters worden doodgereden. Heb je ze eindelijk terug en dan... Ja. Ja, en hier op die wildcamera kunnen we zien welke otters hier langskomen en hoeveel het er zijn. En dan lees je dat ding uit. En wat heb je daar dan aan? Nou, we willen heel graag dit gebied weer geschikt maken voor de otter. Dus dan kunnen we zien of ze terugkomen, of ze gebruik maken van deze onderdoorgang. Waar je ook aan trekt. Ja, heeft die otter geen last van, hè? Dus dat gebied wordt langzaam ottervriendelijker? Ja, het wordt ottervriendelijker en dan kunnen we door die camera zien van of ze gebruik maken van deze onderdoorgang, hoeveel het er zijn. En of er inderdaad weer een mannetje en een vrouwtje zijn, zodat ze... Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja. En hoe leuker het daar wordt, hoe minder ze hier natuurlijk gaan rondwandelen. Ja, nou, een otter is wel een avonturier, dus die trekt er veel op uit. Hij zoekt op heel veel plekken ver weg zijn vis. Maar die overgangen, die moeten veilig zijn. En daar werken we hier aan. Je gaat hier echt regelrecht het moeras in, hè? We gaan gewoon recht het moeras in. Dat is ook echt het plan? Dat is echt het plan. Oké. Dat kan bijna nooit, maar nu wel. Het is namelijk zo droog dat dit stuk, zelfs hier in de Oude Waal, is ook een oude rivierarm. Dit is ook een riviertak. Ook een oude riviertak van de... Maar hier hebben we ze wel een waterpeil iets hoger gezet, waardoor er nog wat water staat. Maar dit is niet echt heel diep. Nee,
Het hoort dus veel dieper te zijn. Dus ondanks dat je alles dichtzet, is het zo droog? Ja, dit is, ja, maar we weten allemaal dat dit een heel extreem droog voorjaar is. Oh, dan krijg je dit. Ja. En daar zijn de dieren en de vogels niet blij mee. Nee. Maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is dat je zo'n rivierarm als een soort klimaatbuffer gebruikt. Als wateropslag. Ja. En dat je zorgt dat het water hoog is, zodat het riet kan groeien. Dus dit is een beetje wat we in ons gedachten moeten houden als we naar het andere stuk kijken. Ja, ja. Dus kijk, hier begint het riet allemaal. Ja. Nou, daar leven al die moerasvogels in. Vinden ze insecten, daar kunnen ze schuilen, kunnen ze nesten maken. Hou je wel je evenwicht? Ja, het, ik doe mijn best, hè. Maar je kunt hier heel mooi zien hoe hoog het water hoort te staan. Hè, en hoe het hoog is die witte rand? Ja, is die witte rand. Dus het is echt een meter weg, ja. Nu al. Ja, nu al, in dit voorjaar al. En dan had u natuurlijk nog veel meer water moeten staan. Vroeger had je die rivier die hier in en uit kwam, hoog, laag water. Dat was heel dynamisch. Hoe ga je nou in dit stuk en helemaal in dat nieuwe stuk ervoor zorgen dat je datzelfde moerasgevoel weer na gaat bootsen? Nou ja, het hoort bij een moeras dat het af en toe heel droog valt. En dat dynamische is juist goed. Dat trekt heel veel soorten aan dat het soms helemaal droog is en soms nat. Maar het moet natuurlijk wel nat genoeg zijn. Dus vandaar dat we ook in de Oostergraaf die dammetjes weghalen, zodat het water overal in kan. En hier is het al veel beter dan het was. En zijn er ook al veel vogels terug. Wacht even. Oh nee, een reiger. Een reiger. Ach. Ja. En ik denk dat het elkaar ook gaat helpen. Als het daar natter wordt en hier natter, ja, dan wordt het allemaal wat natter. Ja, en dan heb je ook meer vogels bij elkaar in de buurt. Dus hè, hoe meer verbindingen er zijn, hoe beter dat is voor veel natuur. En ook gewoon gezelliger. Veel gezelliger.